We staan hier op de Verrebroekse Plassen in de Waaslandhaven, een tijdelijk natuurgebied waar in 2003 voor de eerste keer in Vlaanderen lepelaars beginnen broeden tussen kokmeeuwen in Riet. En een tijdje daarna, na enkele jaren, is die kolonie beginnen groeien. En hebben zij zeg maar een takkenhoop in het water uitgekozen, hier in beeld als broedgebied. Is de kolonie vrij snel gegroeid tot 15, 20 broedparen. En de laatste jaren zijn zelfs ze ook beschermd tegen vos. Dat is echt wel een predator van een kolonie van jongen. Hebben we nu ongeveer een 35 broedparen. We zitten hier in de haven op de grens zeg maar, tussen de harde industrie. Ten noorden hiervan, richting Antwerpen, stroomopwaarts de Schelde. En zeg maar meer natuur richting Nederland. Met een paar grote gebieden nog. Puttewest, Doelpolder Noord, Prosperpolder, die door de lepelaars worden gebruikt om te forageren. Om vissen en garnalen te gaan vangen. Deel richting de haven is voor de lepelaar en ook voor andere grote vogels niet echt veilig. Omdat naast die haven, tegelijk met de havenactiviteit, hebben we ook heel veel hoogspanningslijnen. We hebben hoge gebouwen die ze moeten ontwijken en tegenwoordig uiteraard ook heel veel windmolens. En er zijn voor lepelaar en andere soorten zoals wulp, roerdomp, geoorde fuut, zeldzame watervogels in Vlaanderen, de laatste jaren wel wat aanvaringsslachtoffers, zowel met windmolens als met hoogspanning. De nabijheid van die windmolens en die hoogspanningen in eigenlijk zeg maar het leefgebied van die lepelaars brengt dus een paar vragen naar boven. Of wij kunnen voorspellen in welke periodes dat lepelaars en andere watervogels zeg maar meer kwetsbaar zijn. Dus eerder zouden kunnen een aanvaring hebben dan niet. En dan gaat het vooral, gaan ze veel over die haven en terug door de gevaarlijke zones. Doen ze dat ook 's nachts of doen ze dat enkel overdag? Doen ze dat in familieverband of doen ze dat solitair? En dat kan je proberen onderzoeken met zichtwaarneming, maar dan sta je uren en uren te kijken om heel weinig zeg maar, te weten te komen. Plus ze zijn eigenlijk vrij snel uit het zicht. Het is een moeilijk onoverzichtelijk gebied eigenlijk. En wat we daar nu eigenlijk voor gekozen hebben om dat beter te kunnen onderzoeken, dat is eigenlijk het aanbrengen van zenders. Dus vorig jaar, 2022, en van het jaar, 2023, hebben telkens 5 jonge lepelaars die bijna uitvliegen, een zender op de rug gekregen, met een harnasje aangebracht. En dat is een zender die ons GPS-data doorgeeft, hoogtedata, snelheidsdata, richtingsdata. En die ook een fotovoltaïsche cel heeft, waardoor dat eigenlijk zeg maar, hier met een lepelaar in een open gebied, zeg maar, heel de periode dat ze hier zitten, dat is nu vanaf juni, juli tot september, dagelijks data gaan doorsturen. Dus we kunnen echt de vlieglijnen van die vogels volgen om de seconde, gelijk waar dat ze naartoe vliegen binnen Europa. Maar we verwachten die, we weten dat aan de hand van kleuringen en ringen die we hier sinds 2003 aanbrengen, de plaatstrouw van jonge vogels naar de kolonie eens dat ze matuur worden, na 3-4 jaar is vrij groot. Dus we verwachten van die gezenderde vogels dat we na een aantal jaren daar ook wel wat broedvogels gaan hebben. En dat gaat ons de interessante data leveren, waardoor dat wij ook uitspraken gaan kunnen doen in het kader van bijvoorbeeld nieuwe tracés van hoogspanning of in het kader van vergunningen voor wanneer bepaalde windmolens wel of niet zouden kunnen draaien, om daar zeg maar de overheid, Agentschap Natuur en Bos eigenlijk een degelijk advies over te geven. Waar dat we nu een beetje eigenlijk in het donker tasten en met heel veel hypothetisch en heel veel voorzichtigheid moeten zeggen, we denken eerder niet, we denken eerder wel, dat gaan we dan eigenlijk veel beter te weten komen. Thank you.